De Ronde van Frankrijk zit in de laatste week. Oud-toerrenner en drievoudig etappenwinnaar Peter Winnen in een drieluik over de zwaarste wielerronde ter wereld. In de slotafreveling De Glorie van de Tour. Witte trui. Winnaar van het jongerenklassement in 1981. Je belangrijkste trofee van de Tour de France. Ja, dit was ik meteen in mijn allereerste Tour. Ik won het jongerenklassement. En dit was de trui die een grote belofte van je maakt. Want vanaf dat moment dat je zo'n trui wint, ben je ook meteen de opvolger van. Ja. Je bent de toekomstige toerwinnaar. Ja, ik was de opvolger van Joop Zoetemelk. Wat is je hoogste klassering in de Tour geweest? Mijn hoogste klassering was derde, 1983. En won je toen ook de witte trui? Nee, want toen deed ik niet meer mee in het jongerenklassement. Het gaat tot 4,25, ik weet niet meer precies. Het wisselt wel eens, het reglement. Maar derde plaats dus was mijn beste. Ik heb in die Tour wel eens onderweg, dus virtueel, in het geel gereden. In het geel. Alleen maar virtueel? Alleen maar virtueel. Ja. Aan het einde van de dag was ik dat virtuele geel weer kwijt. Je moet niet vergeten dat je in die tijd tegen kanonnen reed als Bernardino bijvoorbeeld. Ja. En kansloos? Volstrekt kansloos. Ja. Ja. Hij won alle tijdritten. Hinault won alle tijdritten, maar behalve dat Hinault controleerde in zijn eentje die hele Tour de France 3 weken lang op een rijtje. Echt een gigant. Wat was voor jou belangrijker, die witte trui of die derde plaats? Ik heb aan die witte trui wel wat mooiere herinneringen. Er zit wat meer emotie aan. Omdat het mijn allereerste Tour was. En je gaat erin als een jongetje uit de Peel van, nou, ik was 23 geloof ik, of nog niet eens. Met een opdracht van de ploegleider van, ja, ga maar eens kijken wat er allemaal aan de hand is in die Tour. En je komt eruit en je wordt in een kar door je dorp rondgereden met de fanfare ervoor, weet je. Dat is een gigantische verandering. En dan ineens word je ook nog gebombardeerd tot opvolger van Joop. Ja, dat ging er allemaal met je gebeuren. Dus dat ging wel vrij snel, moet ik zeggen. Maar zie je dat nog steeds als de belangrijkste trofee? Ja, nee, het is gewoon de mooiste trofee. Een trui is een heel tastbaar ding. Het heeft ook wel een symbolische waarde. Ik bedoel, de witte trui bestaat nog steeds. Ja. En elk jaar opnieuw. Hè, wint er opnieuw iemand die witte trui. En is er onderweg opnieuw een gevecht voor die witte trui. En wordt er een nieuwe belofte afgeleverd. Hè. Dus het is ook een trui van de hoop. Heeft het winnen van zo'n witte trui je veel geld opgeleverd? Nee. Alles is relatief. Wel, in die tijd was het wel veel geld. En, met zo'n trui gingen de criteriums in en dan kreeg je een behoorlijk startgeld. Gewoon per dag betaald in de criteriums. En verder leverde er ook wel een aardige contractverhoging op. Maar in die tijd, in die periode waar ik het nou over heb, in het begin jaren 80, is niemand echt rijk geworden van die sport. Rijk of gewoon? Dat hij binnen was, hè, wat we dan populair noemen binnen zijn. Zoetemelk was niet binnen toen hij stopte. Bernardino zelfs niet. De grote Eddy Merckx was niet binnen. Greg LeMond was de eerste die serieuze bedragen vroeg en kreeg. En die ook wel de wielersport een beetje opengebroken heeft financieel. En na LeMond had je toch namen als Indurain, die heeft zich helemaal binnen gefietst. Door 5 keer die Tour te winnen, Armstrong niet te vergeten. Jan Ullrich heeft zich helemaal binnen gefietst. Dat het vooral in Duitsland een enorm icoon werd. Met slechts 1 Tour-overwinning. Dus daarna is het makkelijker geworden. En nu op dit moment heb je weer een kentering dat de grote coureurs goed betaald worden. En alles wat eronder komt, dat gaat vrij snel omlaag en ook wel streng omlaag. Maar als je de Tour wint, dan ben je 1 keer de Tour en dan ben je tegenwoordig binnen. Dan ben je een heel eind op weg, denk ik wel. Ja. Verkeerde tijdperk geboren? Nee, absoluut niet. Een leuk tijdperk hebben we gehad. Ja? Ongecompliceerd wielrennen. Je had niet rijk willen worden? Ik had wel rijk willen worden, maar in die tijd werd het werd gewoon niet betaald. Nee, het was... ik denk dat het wel de laatste generatie was... waar voor wielrennen nog echt een puur romantische bezigheid was. Wat was je meest glorieuze moment uit de Tour? Ik denk dat dat in mijn derde Tour gebeurde. En dat was wederom op Alpe d'Huez. En daar won ik toen mijn tweede etappe. En dat was een verlossing. Omdat ik vrij slecht die Tour inging. Veel tijd verloren had in de Pyreneeën. En me eigenlijk in de Alpen pas op mijn gemak begon te voelen. En die overwinning toen op Alpe d'Huez, die sprint met Bernardino. Dat was voor de eerste keer die Tour dat ik als het ware weer leven in me voelde. En daar was ik ontzettend blij mee. Sprint zag er niet uit? Het zag er waarschijnlijk niet uit. Maar toch? Maar ja goed, die etappe was weer gewonnen. En, ja, het feit dat je Tour gered is weer, ja. Dat was voldoende. En al helemaal omdat in dat jaar we 5 Nederlandse Tourfavorieten hadden. Hè, die de een naar de ander door het ijs zakten. En ik toen eigenlijk ja, zelfs voor het land de Tour min of meer redde. Weet je nog exact op welke dag je deze trui kreeg? Dat weet ik exact. Dat was op 14 juli 1981. En? Pas je hem nog? Hij past me nog. Nou, trek hem eens aan dan. Ik ben nog niet veel zwaarder geworden. Nou, kom op jongen. Stukje scherp. Nou hè. Ik heb zo weer in de Tour.